Thomas Verheid, een 0-5 overwinning bij VVV Venlo. Dat is denk ik ook heel erg lekker. Heel lekker en ook dik verdiend, denk ik. Dus in de rust hadden we het al iets uit moeten breiden, denk ik, voor rust. Maar. En dat is wel heel mooi dat je na de rust zo uit kan lopen, ja. En het was eigenlijk al vrij snel wel zeker dat ADO deze wedstrijd wel ging winnen. Nou ja, we hebben gewoon de volledige controle gehad en ja, redelijk wat kansen gecreëerd. Dus ja, wel fijn dat je ook een keer lekker uit kan breiden, weet je. Dat het niet 0-1 blijft of ja, dat was wel prettig. En jij maakte hat-trick, denk ik ook wel fijn na de afgelopen weken waar de bal op de lat, op de paal ging. Ze nu wel erin vliegen. Ja, zeker, zeker. Deze week nog extra aandacht aan besteed, maar... Kijk, dat zijn fases hè? En dan gaan mensen gelijk dingen roepen. Maar ja, ik heb geloof ik 3 keer de paal geraakt. Ik schip de lat. En, dus ja, dat was ook een beetje pech natuurlijk. Dus ja, ik hoop dat ik nu eruit ben dat ze weer erin gaan vliegen. En je zegt mensen gaan dingen roepen. Doet dat dan ook altijd met jou? Nee hoor, nee, zeker niet. Zeker niet. Nee, eigenlijk niet. Ik heb dat ADO TV gekeken. Weet je, en vind ik wel mooi om dan te zien die houser en zo. Dus nee, het is mooi dat die gast ook achter je blijft staan. Deze overwinning geeft vast ook wel vertrouwen, denk ik, met het oog op het einde van het seizoen. Er komen nog wel wat wedstrijden aan, ook met de play-offs. Is het dan lekker dat er nu ook al even een paar veel doelpunten vallen vandaag? Ja, maar sowieso lekker natuurlijk. En we hebben gewoon nog wat wedstrijden te gaan. We moeten ons zo lekker mogelijk gaan voelen in de play-offs, zo hoog mogelijk eindigen om ons ja, om gewoon een goede uitgangspositie te creëren voor onszelf. En ja, dan gaan we het wel zien. De play-offs is een beetje loterij natuurlijk, dus we gaan het wel zien, joh. En wat ging er nou precies beter dan de vorige wedstrijden? Nou ja, ik denk dat het gewoon klopte vandaag. We hebben ook gewoon tegen elkaar gezegd, we gaan gewoon alles aan doen. We willen gewoon zo hoog mogelijk eindigen. En ja, misschien was het een beetje de druk eraf, hè. Ik weet niet. Maar we speelden wel heel vrij, vond ik, en heel goed. En dat was ook wel heel lekker, ja. Eens een lange busreis naar huis, dat wordt ook dan net wat aangenamer met zo'n overwinning op zak. Ja, zeker. Dat de muziek wel aangaat, ja.